Welkom bij mijn nieuwe vlog. Ik ben net thuis en weet u wat hier op tafel staat? Fingino kleding pakket. Ik ben ook echt heel nieuwsgierig wat erin zit. Wow, is het zo zeg. Wauw, dat zijn er echt gigantisch veel. Vet zeg, jongens, heel lief. Oeh, mam, dit zijn zoveel kleren. Zo echt veel kleren. We gaan eens kijken wat er allemaal in zit. This bag is not a toy. Dat staat hier gewoon. Kijk. Wacht. This bag is not a toy. Oké, dat is raar. Ik ga deze ook wel maken. Doe mijn dingetje nou. Wacht. Oké, dit is onmogelijk. Nou, hier zijn mijn kleren die ik heb geshopt op de Fingino website. En deze shirt hier zo, vind ik leuk. Hij heeft oorlog van het leger. Dat vind ik gewoon even oorlogdinges. Hij is wit, leuk voor de zomer. En ik heb een broekje aan, maar is groot. Maar het maakt niet uit, want ik groei nog wel. Oei. Nou, dit heb ik ook weer geshopt. Deze was best fijn om aan te trekken. Nou, deze heb ik ook maar weer eens aangedaan. Maar de letters voelen net zo als een rare soort plakdingetje van dat. Ja, hoe leg ik die uit? Hij voelt gewoon een beetje hobbelen. Ja, hobbelen. En steenachtig, dus dat vond ik wat minder fijn. En deze broek heb ik nog niet opengemaakt. Nou, dit lijkt best wel een beetje verfvlekken. Want als jullie goed zien, zien jullie ook rode verfvlekken. En kijk, hij is best wel groot. Ik hou ervan dat hij beneden gekronkeld is. Want dan kan ik hem aan met Dr. Martens. Lekker stoer, lekker hippie. Ja. Ik hou heel erg van donkere kleuren dragen. Want dat vind ik sweet, baby. Dus hier heb ik hier een... Dit is een logo zo. En Fingino maakt echt prachtige kleren, jongen. Maar dit. Hier moet ik nog wel even wat over zeggen. Wag. Maar het materiaal is echt heel erg fijn en zacht. Zou ik zeggen. Nou, het is de voorkant. Hij is donkergrijs. En hier staat Fingino. Dat is echt kort denk ik van Fingino. Het materiaal is lekker fijn zacht. Hier is lekker wat rubber dingen. En hij is heel leuk. Ik hou van zwarte lijn op kleren. Nou, deze trui is lekker fijn zacht. Kan ik lekker in spelen. Lekker fijn dikke zacht. Kan ik fijn in spelen. Kan ik fijn lekker gewoon mee liggen. Dit is de achterkant. Oh, het is best wel groot. Dus kijk. En nu is de voorkant. Omdat hij zo dik is, is best wel moeilijk, maar ik zal het proberen. Ja, dit is de voorkant. En echt, hè? Deze is lekker zacht. Ik heb even de trui uitgedaan en ik zal wel even een rondje draaien, net als mijn protest. Ja. Dit is een heerlijke sweater, maar eigenlijk is hij een meisjestrui. Maar ik vind het gewoon, jongens, het maakt niet uit wat voor kleding je aan hebt. Hij is alsnog stoer. En hier heb ik een zwembroek van Fingino. Materiaal is fijn. Hierachter zit een zakje. Waar dat eigenlijk, waarom heb je zo'n zakje nodig in een zwembroek? Er komt toch water in. Dit is blauw met rood. In de zomer ben ik lekker bruin. Hij is gewoon perfect als ik naar het strand ga. Nou, dit is echt heel fijn materiaal. Dit is de zijkant. Ja. Kijk, ik zal hem even glad strijken. Met mijn handen. Kijk. En de andere kant is precies hetzelfde. Alleen. Oh nee, er zit geen hand. Maar de allerlaatste. Van vandaag. Is de broek. Deze knopen. Kijk hoe ze de inpakken. Gewoon touwtjes om mijn super origineel. Deze knoop heb ik gelukkig al in ieder geval los. Maar het tweede probleem is. Nog
Dus als hij nou eens even kijkt naar het kleinste draadje. Maar oh nee, die is er niet. Dus hoe ga ik deze ingewikkelde ingepakte iets nou... Wacht. Nou, de man heeft geholpen. Kijk, het draadje is er al. Hij is best wel groot, denk ik. Gewoon opgerold, wat heel raar is. Wow, wow, wow. Dit is gewoon helemaal gekruikeld. Weer wat verfvlekken. Hier binnen staat Fingino. Wacht, als hij nou eens even... Kijk, Fingino. Die verfvlekken zijn echt mode. Gewoon fashion. Omdat mijn pani, die heeft ook broeken met verfvlekken. Maar die zijn volgens mij van die Square. Maar niet van Fingino. Kijk, hier heb ik weer een onderbroek. Blauw. Hier zit zo'n haakje. Dat gaat makkelijk. Kijk eens aan. Wow. Huh? Oh, kon niks. Kijk dan hoe vet. We zagen maar twee broeken in één. Fingino onderbroeken zijn zo lekker. Ze zakken niet van mijn billen af. Niet van mijn kleine billetjes. En ze zijn echt lekker elastiekachtig. Zitten lekker fijn bij mijn billetjes. Hier heb ik weer een fijne kleur. Dit is een beetje raar, maar... Hier zit de volgende. Dit is een beetje militairachtig. Ik zal zeggen, je moet best wel goed wachten. En er zit gewoon een hemdje bij. Nou, het is een beetje militair kleuren. Gewoon een militair print. Ik hou er echt heel erg veel van. Op een hemdje. En onderbroek. Samen een match vind ik gewoon. Dezelfde kleuren. Dezelfde kleur. Gewoon match. En dit is de laatste verpakking. Kijk eens aan. Dit is weer een onderbroek. Ik hoop dat die ook samen match. En ja, er zijn een hemdje en die onderbroek. Kijk. Deze matcht ook al samen. Ideaal voor Fingino. Ik was echt zo erg verrast toen ik thuis kwam. Ik was echt kei blij toen ik deze kledingpakket zag. Ik ga mijn mama vragen of we al deze kleren wil wassen, want kan ik lekker snel aan. Like! Abonneer! Het is gratis. Doe maar 2 seconden. Toppie! En ik zie jullie woensdag. Nee, bij mijn nieuwe vlog.